Hi, hi, dankjewel dat je kijkt naar mijn travelvlog. En zoals je op de achtergrond ziet, ben ik in een waanzinnig park en heb ik echt zulke mooie dingen gezien deze week. Maar dat zie je pas volgende week. Daarvoor moet je even abonneren, want dan krijg je die update automatisch binnen. In deze vlog vertel ik je namelijk wat ik in mijn eerste week in Zuid-Korea heb beleefd. En mijn landing was allesbehalve zacht, kan ik je alvast vertellen. Mijn vlucht uit Taipei is vertraagd, waardoor ik de laatste trein naar de stad mis. En als je misschien al een keer hebt gebackpackt, dan weet je dat een taxi in Zuid-Korea echt gewoon veel te duur is voor een backpacker budget. Ik overnacht daarom op het vliegveld en gelukkig is de wifi echt ongelooflijk snel. Om 5:30 vertrekt mijn trein dan eindelijk naar de stad en ik word getrakteerd op een verschrikkelijke kou, echt denk -5. Maar wel met een hele mooie zonsopgang boven Seoul. Ik kijk echt enorm uit om neer te ploffen in een zacht fluffy bed. Wat ik echter niet weet is dat het Koreaanse cultuur is om op de grond te slapen. En Fred Flintstone waarschijnlijk een zachter bed had dan waar ik belandde. Ik heb niet zo heel veel te vertellen over mijn eerste 2 dagen in Zuid-Korea. Want ik lig ziek in bed. Mijn oor is weer ontstoken. En ik voel me gewoon super grieperig, waardoor ik gewoon veel moet rusten. Ik kom er alleen uit om te eten. En dat eten is ook echt een schok. Het is zo verschrikkelijk duur. Ik bedoel, ik had wel gehoord dat Zuid-Korea duur was hoor. Maar 7 euro voor een pak cornflakes, dat gaat echt mijn verstand gewoon te boven. Daarnaast is Zuid-Korea echt een nachtmerrie voor vegetariërs. 95% van de gerechten is gewoon met vlees. Nee, ik kan eerlijk zeggen dat ik de eerste paar dagen in Zuid-Korea erg teleurgesteld was. Maar misschien komt dat ook wel doordat mijn verwachtingen hier waren. Het was een van mijn 2 favoriete landen. Gelukkig zet ik door en wanneer ik Wendy ontmoet, introduceert zij me ook met een tofu stoofpotje, wat ik ook erg veel eet. Wendy en ik zijn met elkaar in contact gebracht door Coco van het kanaal Light by Coco. En Wendy is ook een YouTuber, wat super leuk is. Ah, look at Wendy! Yay! And Wendy makes YouTube videos as well. What's your name? On YouTube? Wonder Wendy. Wonder Wendy. Wonder Wendy. Thank you, Coco! Yeah. Yay. Qua eten mag Korea dan een teleurstelling zijn. Qua beauty is ze dat zeker niet. Ik kijk mijn ogen uit in de winkels en alle prachtig opgemaakte meiden om me heen. Dit, wat is het? Dit is crazy. Is het like? But it can't be fat burning because you don't want to burn fats on your boobs. Alle beloftes komen uit en Wendy en ik staan ook lekker aan het experimenteren met lipdars. Check hoe cool dit is. Look at this. Oh my god, lip pigments. Mix your own color, yay. Oh yes, mix it. Wow. Pretty summer color. That is so cool. Oh my god. You can make your own gradient. That is so cool. I want it. Oh my god. Oh my god. Met de dag wen ik steeds meer aan de kou. En wanneer ik een prachtige zonsondergang zie in Namsan Park, heb ik eindelijk het gevoel dat alles wel goed gaat komen. De volgende dag zie ik ook mijn Koreaanse vriendinnen uit Taipei en zij leiden me rond in het Gyeongpokgung Paleis en de traditionele wijk Pokjo. S'avonds eten we ook nog samen en uiteraard volgt daarna een traditioneel Koreaans dessert.
bingsu. Bingsu is schaafijs met gecondenseerde melk eroverheen. En het is in Azië vrij traditioneel om zoete rode bonen overal en nergens op en in te doen. Ik ben daar zelf niet zo'n fan van, maar je hebt gelukkig ook mango bingsu en chocolade bingsu. Dus dat ga ik ook zeker nog uitproberen. Mijn hostel zit dichtbij Hongdae, dat is een uitgaanswijk. En ik word helemaal gek van de in- en uitloop van mensen. Ze checken meestal voor één nachtje in en de volgende dag checken ze dan uit. Wat betekent dat je gewoon heel slecht kan slapen, omdat mensen de hele tijd in en uit de kamer lopen. Aan het eind van de week verhuis ik dan ook naar een eigen inimini kamertje. En dit bed heeft ook een klein beetje vering, wat echt een wereld van verschil qua slapen is. Ik kan oprecht zeggen dat mijn week fantastisch eindigt wanneer Wendy me meeneemt naar een catcafé en een norebang. Een catcafé is precies dat, zoals het klinkt. Een cafeetje waar je een koffietje of een theetje kan drinken en met heel veel katten kan knuffelen. Wendy had ze geteld. De crazy cat ladies kwamen allemaal op haar af en het waren ongeveer 15 katten. En deze crazy cat lady werd zo gek dat de katten gewoon een beetje bang van me werden. Oh, that is so cute. Oh my god. Wow, that one's really like, I think, a little bit short. Yes, it's so cute. Look at it, it's so cute. Hello. Yes, yes, that's what I was thinking. Yes, you're the cat whisperer. Oh no! Oh wow, look, 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 look! Oh my god, oh my god! Oh my god, that's so cute! That's so cute! It's found my gloves. Oh wow! Oh my god! That is so awesome! Hey, you little kitty! Yeah, he's so cute. I wonder if he has like a superiority complex. No, I don't think so. I think she's, or he is a little attention whore. Like, I'm special. Everybody look at me. Wow. No, just your gloves. What? You're seriously the cat whisperer. Seriously, this is crazy. Een norebang is een karaokekamer en dit was echt een huge bucketlist item. Ik wilde zo graag karaoke zingen in Zuid-Korea. Dat doen ze hier heel veel in hun vrije tijd en het was dan ook heel, heel leuk om te doen. Helaas hield mijn GoPro ermee op, maar ik heb wel een hele leuke foto als herinnering. En dit was mijn eerste week in Zuid-Korea. Zoals je hoort begon het erg zwaar, maar naarmate de tijd vorderde vond ik steeds meer mijn weg. En nu kan ik zeggen dat ik heel gelukkig ben. Ik bedoel, kijk het uitzicht achter me. Afgelopen week was echt waanzinnig. De vlog hiervan komt natuurlijk volgende week. Maar dit is gewoon echt te mooi voor woorden. Ik vind het persoonlijk nog mooier dan de zonsopgang die ik in Indonesië heb gezien. Op Instagram kan je daar al wat foto's van zien. Van de berg die ik bijvoorbeeld heb beklommen. En als je geabonneerd bent, dan krijg je die vlog natuurlijk volgende week automatisch binnen. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan nu. Want dan hoef je daar verder niet naar om te kijken. Maar dan krijg je die ook automatisch binnen. Dankjewel voor het kijken. Tot volgende week.